Welkom bij de allereerste vlog van Wat eet je dan wel? Mijn naam is Suzanne en ik ga je vanaf nu regelmatig een letterlijk kijkje geven in mijn keuken en in mijn dagelijks leven. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken en natuurlijk ga ik je vragen om deze video te liken en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Veel kijkplezier! Vandaag begin ik de dag met een chocoladesmoothie en die bestaat uit havermelk, bevroren banaan, agavesiroop, cacao, hennepzaad en het gaat allemaal in de blender. En dan doe ik er ook nog wat cacaonips overheen. En die drink ik dan op terwijl ik mijn mail check. Het is echt heel lekker. En dan om 9:50 is het tijd voor een rondje om de Kralingse Plas. Even mijn hoofd leegmaken. En daarna loop ik door naar het centrum van Rotterdam. Ik ben op zoek naar een cadeautje voor een verjaardag. En ik begin bij H&M Home. Daar hebben ze zulke mooie spulletjes. Maar het is ook zo prijzig momenteel dat ik alle verleidingen weersta. En met niks weer wegga. Ik heb alleen gekeken. Dan ga ik een paar boodschapjes halen voor de lunch. Want ik ga scrambled tofu maken. En dat is eigenlijk heel makkelijk. Je laat een blok tofu goed uitlekken. En je verkruimelt het met je vingers in kleine stukjes. Dan voeg je een teaspoon kurkuma toe, oftewel geelwortel, voor een gele kleur. En je voegt wat kala namak toe, dat ruikt en smaakt naar ei. En wat edelgistvlokken. En dan smelt je wat boter, vegan boter of olie in een pan. En dan bereid je de scrambled tofu eigenlijk zoals je scrambled egg zou bereiden. En vervolgens smeerde ik wat vegan mayonaise of Remia majolijn op boterhammen, wat rucola, wat cherry tomaatjes, peper en zout. Echt smullen. Vandaag begin ik mijn dag met een ontbijtje dat bestaat uit havermout en dat maak ik met havermelk. En terwijl de havermout zachtjes kookt, snij ik wat amandelen en dadels in stukjes. En ik voeg wat kokosbloesemsuiker aan de havermout toe om het te zoeten. En ik strooi er ook nog wat gebroken lijnzaad en hennepzaad overheen. Tussen de middag is het walk o'clock. Ik maak weer een wandeling, want ik probeer dagelijks aan mijn 10.000 stappen per dag te komen. En dat gaat hartstikke goed. Ik woon niet zo ver van de Kralingse Plas vandaan en dat is echt heel mooi daar. En ik loop daar echt heel graag. En ook een stukje Kralingse Bos heb ik meegenomen en daar kun je echt zien dat het lente is. Daarna op weg naar huis doe ik nog wat boodschappen. En ik neem mijn favoriete kikkererwten mee. Deze zijn heel goedkoop en zijn gewoon hartstikke goed. En die kun je vinden bij Albert Heijn, bij de buitenlandse artikelen. Evenals deze tahin. Nou, bij thuiskomst staat Bonbon al bij de balkondeur te wachten. Ze wil heel graag de katterren in. Het is vandaag echt een hele mooie dag. En ik krijg gelijk de kriebels om de katterren weer helemaal gezellig en schoon te maken. Dat gaat ook zeker gebeuren binnenkort. Maar niet vandaag, want vandaag is kook- en bakdag voor Wat eet je dan wel. En ik begin met het maken van een lekkere lunch. Die bestaat uit zoete aardappel, een parelcouscous. En die zoete aardappel die snij ik in blokjes en doe ik in een ovenschaal met wat olie en peper en zout. En dat gaat dan 20 minuutjes in de oven. Ondertussen stoom ik wat broccoli en spoel ik kikkererwten af en die laat ik uitlekken. En maak ik een dressing van tahin, wat water, citroensap en peper en zout. En ik snij een half blok violijf vegan Griekse witte kaas in kleine stukjes. Deze heerlijke lunch die eet ik voor het eerst dit jaar buiten op het balkon. En dat is echt weer heel fijn, buiten eten. Going anywhere, maybe it's because there's something in the air.
one day I'm hoping that you will be mine. Turn my life around. Wow. Het deeg voor deze quiche is het kant-en-klare taartdeeg van het huismerk van Albert Heijn. Maar meer merken hebben dit vegan taartdeeg. De vulling bestaat onder andere uit courgette, champignons, ui, knoflook, kale namak en edelgistvlokken. En broccoli. En in plaats van ei gebruik ik hier tofu en die maak ik helemaal glad in de blender. En daar gaat wat kurkuma bij voor een gele kleur. En dat gaat weer bij het groentemengsel. Samen met de vegan witte kaasblokjes. En dan heb je dus een quiche en die bak je af in de oven. En dat is echt heel erg lekker. En het recept vind je ook op wateetjedanwel.nl. Aan het begin van de avond wandelen Fabien en ik naar Spirit. Dat zit in het centrum van Rotterdam en daar komen we heel graag. We zijn er eigenlijk al een tijdje niet geweest om te eten. Je kan daar heerlijke taartjes eten die vaak vegan zijn. En ze hebben een buffet met vegetarische en veganistische gerechten. En je kunt zelf opscheppen en bij de kassa betaal je voor wat je hebt opgeschept. Dus het wordt gewogen en het is zo lekker. Ik zou hier echt elke dag wel willen eten. En daarna lopen we terug naar de metro en pakken we daar de metro en dan gaan we naar huis. En zit de dag er weer op. En vandaag is Fabien een dagje vrij en gaan we op pad. Eerst de magnetron wegbrengen die helaas de geest heeft gegeven van de week. En daarna gaan we naar de kringloop in Den Haag. Een hele grote kringloop. En ik ben eigenlijk altijd gelijk te vinden op de serviceafdeling. Altijd on the lookout voor blogprops, voor wat eet je dan wel. Maar ik neem ook altijd even een kijkje bij de kleding. Ik heb helaas dit keer niet echt iets leuks gezien. Maar je moet echt mazzel hebben natuurlijk. En daarna rijden we door naar Amazing Oriental. Die zit daar vlakbij. Het is echt een enorme Aziatische supermarkt. Met een enorm assortiment. Alleen al aan tofu moet je kijken. Het is echt niet normaal. Het houdt gewoon niet op. Blijf maar gaan. Zoveel tofu. En op de diepvriesafdeling vind je echt van alles. Ik heb daar ook al behoorlijk wat van geprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld de garnalen heb ik geprobeerd. Wat heb ik nog meer geprobeerd? Ik heb nu ook onlangs Babi Pangang gekocht. Vegan. Die moet ik nog probereren. Maar ze hebben echt de gekste dingen. Ook die steak heb ik geprobeerd. Die is ook echt lekker. Oh ja, en ze hebben heel veel kruiden bij Amazing Oriental. Vooral die zakken, die zijn dan wat grootverpakkingen. Die zijn echt veel voordeliger in de supermarkt. Ik koop er vaak kurkuma en kaneel. En zwarte peperkorrels bijvoorbeeld. En er zijn ook heel veel soorten thee. En deze witte thee die is echt heel lekker en heel goedkoop. En heel gezond. En deze jasmijnthee die koop ik regelmatig. En daarna gaan we lunchen bij het restaurant wat er aan vast zit van Amazing Oriental. En volgens mij hebben ze daar maar één vegan gerecht. Maar oh my god, deze is zo lekker. Dus met vegetarische kip, het is echt zo lekker. En daarna gaan we naar andere kringloop, redelijk in de buurt in Leidschendam. Dit keer helaas ook niet echt wat leuks gezien. Je moet echt mazzel hebben. Ja, ik zag deze knalgele theepot van Emaille, maar ik heb hem laten staan, maar ik vond hem wel heel cool. Daarna gingen we naar Intratuin. En ik kreeg echt gelijk weer zo'n zin om het balkon aan te pakken. En deze vond ik echt doodeng, maar deze vond ik echt zo cute. Dus die ging natuurlijk mee naar huis. Een klein plantje erin gekocht. En die staat echt super leuk bij ons op de schoorsteenmantel. Nou, en thuis lekker kopje koffie en mijn social media checken en gewoon een beetje chillen. En ja, dat was het eigenlijk alweer. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En er komen nog veel meer video's aan. Dus tot gauw!